Nou, lekker begin van Stijn de Ruiter. De diagonaal blokt in zijn eentje. Verdedigd over Kaza. En dat snel. Jesse Klink voor de tweede keer. Ook weer een mooie surf. Ja, vierde handen uit. Tauhid. In deze set. Milberg. Verdedigd. En Blom haalt nu hetzelfde trucje uit via de handjes. Blom met een hele langzame, korte surf. Die niet voldoende dreiging zorgt. Ja, Tauhid pakt dit cadeautje graag uit. Directe scoren, bijna directe scoren. Ja, goed gespeeld. Jesse Klink valt wat achteruit, maar hij weet dat Koen Scholten daar hangt op midden en die scoort. En Koen Scholten sfeert hem uit. Ja. En met een ace maakt hij de eerste set uit. 25-23. Op de lijn. Eenmansblok. Kaaser komt in de problemen op deze manier. Ace van Noah van Dam langs de lijn. Mooie surf. De Ruiter via blok tegen het niet al te hoge plafond in de vakantiezaal. Alpien. Bij 3 punten voorsprong, 23-20, gaat Colina serveren. En dan moet Scholten de eerste tempo druk erin blijven houden. Geeft de volle service druk. En scoren door het midden ook van Milberg. Milberg zelf. Verkaza houdt de bal in het spel. Het is meer. Maar dat is niet genoeg. Huizen maakt het af. Het stand is 1-1. Kling probeert op een korte manier ook wel goed. Verdedigd in de middenaanval. En de Ruiter krijgt hem op zijn tenen terug. Mooi blok hoor. Mooi blok. Koen van de Borden veeft hem erin. Maar het is wel een punt. 20-16 en 16 serveert. Mees Blom. Ja. Heinsbach en Van der Borden pakken het blok. Heel belangrijk punt. En
Hij serveert hem uit. Kleinmoedig. Gaat hij zich nu inhouden op aanraden van zijn coach? Dat doet hij niet, maar... En Harmits mag er, omdat de blokkering dit niet kan belopen. Kijken of hij het kan waarmaken. Daar komt het aan. Het dwarrelt alle kanten op. En het is een ace. Ja, van Borden belangrijk. 23-17. En er komt nog zo'n dwarrelbal. En weer, hoppakee, nog een probleem. Oh, Mees Blom verdedigt tegen het dak. Van Borden gaat van surf af. Surfsdruk nu moet komen van Huizen. Mooie bal van Donker. Binnen doorgelopen. Afgemaakt door Heinismacher. Heel mooie aanval. Volle druk natuurlijk. En dan gaat hij uit natuurlijk. Ja, op het midden, Alpien. Balletje van de spelverdeler weg. Heel mooi weggeslagen. 15-19. Mooi slup. Eenmansblok. Dat moet. Nou, wie maakt hem af? Blom. Via Wiltenburg. Aan de buitenkant langsgeslagen. Alpien. Met links geslagen. Verdedigd. Blom over het net. Milberg scoort door het midden. Colina sfeert. Kling aan surf. Bal via de verdediging uit. Ja, een handig tikballetje van Mees Blom. Voor 22-17. Ja, Wiltenburg staat in het veld. Ja. Blom aan het surf. Blom pakt de libero. Midden. Wordt verdedigd nu en dan kan het... Niet afgemaakt worden door Heinismacher. Aan de buitenkant diep achterin geslagen. Heel goed. Mooi aan van Tawit. 22-18. Kasa. Mees Blom wordt geblokkeerd. 22-19. Service druk. En die geeft hij. Van der Borden scoort niet. En Blom had goed wat hij net liet liggen. Enige manier, reden waarom hij dat doet. Van der Borden sfeert goed. En nou wordt Tawit gekild. Waarmee het matchpunt... Er is. En Van der Borden met een moeilijke serve het wel af wil maken, denk ik. En dan wordt Lars End geblokt door Alpien. Waarbij Kasa besluit met twee killblocks deze wedstrijd. En dat is voor ons als thuispubliek mooi om te zien. Verkazen wint, dus, heeft 3 punten uit 2 wedstrijden. Huizen blijft op 0 uit 2 staan. Dank voor het kijken.